Maar die man, volgens zaken man, wil hij vissen gaan. Dan wil ik graag een story vertellen. Ja, 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 iets. Niks met ons. Niks met ons zover. Vertellen. Het mij laat hakken die story niet. Ik heb nu al begin besluit om hierdie pluk perskes daarbij in te trekken. Maar nou kom hierdie ook kom al bij die Harley Davidson agentskap. En hij... Dat had ik met een zakenman. Hij verkoopt motorbikes. Ja. Maar dat is ook wat ik wil zeggen, dat is niet helemaal weg van die... Maar nou kom hij daar en hij wil nou Harley Davidson kopen en hij zit daar voor die verkoopsman aan. Zo hij zegt, kies toch niet, maar ik wil graag daar Harley Davidson. Je ziet meneer, dat is 168.000 rand. Hij zegt, ik heb het. Ik heb het gespaard, ik wil daar Harley Davidson. Je ziet maar man, een mens koop je net Harley Davidson om je geld te. Je moet dan al iets in je leven gedoen het. Wat jou iets in niks. Anders kan je niet Harley Davidson kopen. Hij zei, jij niet al iets unieks in je leven gedaan. Hij zei, man, ik nou denk, hij zei, ik heb al die Himalayas, heb ik al uitgeklimd. Jij zei, maar dat is weer een uniek, daar is mijn bij onze Himalayas al uitgeklimd. Hij zei, maar ik heb het zonder touwen of enige speciale, ik heb het net met een paar gewone drapschoenen. En een pietiebroek en een t-shirt heb ik aangaan. Hij zei, ik heb opgeklommen en ik heb de vlag geplant naar ons familievlag. En ik heb afgekomen, soms weer zo op die manier. Hij zei, nee, ik moet dan zeggen, dat is nou nogal iets bijzonders. Hij zei, maar daar was al mannen geweest wat diezelfde gedoen had. Hij zei, dat is nou niet helemaal uniek. Hij zei, daar niks wat je nou rechtig wel voelt, je er uniek gedoen. Hij zei, jong, ja, ik heb zo een tijd terug, toen ik daar langs hier op mijn zonen. Ik was bezig om daar een afvorsing te doen op kleine blauwe schoenlappertjes. Hij zei, ik zit die aan, zit ik nu daar bij die vier. En ik zit op braai nou lekker daar voor mijn tent. Hij zei, ik kijk zo over die Amazone. Hij zei, ik zie wat er daar is. Nou, kindertjes wat nu zitten spelen, al die hele dag zitten spelen op zo'n wit strandje daar langs die rivier. Hij zei, en dit is, en ik zie een geritsel, zo uit die bomen uit. En ik zie dat ze ongelooflijke groot anaconda hier, ontzettende slangen. Daar ding hoef ons eerst giftig te wees, het zo groot is hulle. Nee, hulle kom, en hij zei, die slang kom daar uit die bomen uit, en ik kan zien, hij is op pad en hij kan ons toe. Hij zei, ik los mijn vier, net zo, hij zei, dat was nog niet recht om te bereiken. Hij zei, ik duik daar in die water en ik zwem daar oor die Amazone. Ik is net betijds, ik vang die slang omtrent so 3 van die naaste kind af. En ik het my mes, maar hy sê, en ek, die slang is nou glad die lus om my te beklein, hy wil een kind vangen, maar ek, hy sê, dit is ongeloof, hy is toe baie groter as wat ek om gesien het van die ander kant van die rivier af. Ja. Hy sê, maar met een massieve gebekleerheid. Maak ik die slang toe op je onvrek en ik vat die kinders naar hulle plek toe, naar hulle huisies toe daar en zo. Hij zei, ik zwem weer terug. Hij zei, toe daar kom, toe moet ik weer 4 uur maken en zo. En hij zei, maar... die ou sê, jong, ik moet dan voor jou sê, dit is een bloody goeie, dit is een goeie story. Hij zei, maar hier was nou zo een maand terug, ou, met baie nabe aan diezelfde story. Hij het, dit was nog net die Mississippi geweest, hij zei, maar dit was baie nabe aan diezelfde story. Is daar niks wat jij voelt, jij nou in niks gedoen het? Hij zei, man, weet je, ik nou ding, hij zei, ik het nou zo'n tijd terug. Toen besluit ik, ik wil met een kanoe om die Zuidpool roei. Hij zei, ik trek daar bij Gordon's Bay. Kallas. Ja. En ik trek daar bij Gordon's Bay weg en ik begin te roei. Hij zei, ik vat het nou redelijk wijd daar om Kaap Punt. Hij zei, en toen... Ik voel een stamp aan die boot. Hij zei, ik kijk. Toen is daar dan nou een van die wit dood. Een meneer. Haaien, maar massieve ding. Kijk, hoe Sparks Esther is en sê, mens moet nie praat van een haai wat een wit dood is. Nie, ja. Want hond bijt moest ook goed dood. Mens praat nie van harige dood. Ja. Maar nou die wit dood haai, hy sê die ding. Hy sê massief, hy sê, en ek het hom nog so gekyk. Toen stamp hy weer, hy stamp hy los uit my kanoe. Hij zei, maar met die wat ik uitval, grijp ik daar in mijn mes. Hij zei, en ik wil nog kap, toe buiten die rechterarm van mijn mos af.
Hy sê, ek het net tyd om nou my mes uit die hand uit te haal en gooi die arm terug in die kanoe. Hy sê, en met my linkerhand, toets ek dan lekker de moering vir die en ek maak om my linkerhand maak om vet. Hy sê, en ek klim terug in die kanoe, nou het ek dan vislijn in die hoek, waarmee ek toe die arm vastwerk weer so. Hy sê, ek roei terug, maar nou, ek roei toe nou maar terug, want ons baie doen. Hy sê, die ou sê, meneer, dit is een fantastische story, jy het jou bly die Harley Davidson, die ou sê, tjap.